Welkom bij de instructievideo over hoe jij je wachtwoord kunt wijzigen op een beheerde werkplek. Je kan controleren of je een beheerde laptop hebt door de manier waarop je inlogt wanneer je je computer opstart. Log je in met je HVA of UVA-ID, dan heb je een beheerde laptop. De meeste werk laptops worden beheerd door HVA UVA. Wijzig je wachtwoord op het apparaat waar je het meest mee werkt eerst. Dat kan je beheerde laptop zijn of een laptop in eigen beheer. Ga pas verder met het aanpassen van wachtwoorden op je andere mobiele of persoonlijke apparaten nadat je jouw wachtwoord op dit apparaat hebt gewijzigd. Zet met uitzondering van je laptop alle andere persoonlijke en/of mobiele apparaten waarmee je, je gebruik maakt van HVA- of UVA-diensten helemaal uit. Denk hierbij aan alle apparaten waar je bijvoorbeeld je werkmail of agenda mee checkt. Sluit alle applicaties af en sla je bestanden op. Later in het proces moet je jouw laptop opnieuw opstarten. Controleer of je bent verbonden met de VPN. Typ in de zoekbalk Pulse Secure en open de app. Zie je een groen vinkje bij HVA of Uva VPN? Dan ben je verbonden. Zie je het niet? Klik op Connect en log in. Double check dat je alle andere apparaten waarop je gebruik maakt van HVA-UVA-diensten uit hebt staan. Ga dan pas naar id.hva.nl of naar id.uva.nl. Kies de optie wijzig je wachtwoord en doorloop de stappen. Ben je medewerker van de HVA? Let op, er wordt gevraagd om je HVA ID, dus zonder @hva of @ad.hva.nl erachter. Controleer nogmaals of je verbonden bent met de VPN en herstart de computer. Je kan nu inloggen met je nieuwe wachtwoord. Nadat je het wachtwoord hebt gewijzigd, moet je het wachtwoord meteen opnieuw instellen op alle andere apparaten waarop je jouw account gebruikt. Zet niet alle apparaten tegelijkertijd aan. Open bijvoorbeeld eerst je mobiel of tablet, pas de wachtwoorden aan voor de nodige apps en start daarna pas het volgende apparaat op. Pas de wachtwoorden meteen aan voor alle applicaties op het apparaat. Dek aan Office, Microsoft 365, waaronder Teams, OneDrive, E-mail en Agenda. Zie de andere video's op deze pagina voor instructies over hoe je dit kan doen.